Want op haar kanaaltje. Ja. Lala. Goed zo. Kom maar, gaan we hier door? Op het grasje. Is het kraus? Woezo, Pim. Ze is er niet meer. Zeg maar, dag, kippetje. Ja, ja. Dan gaan we hier weer een trapje door het bruggetje. Oh, in het water, joh. Dag lopen. In het water. Zo, lekker gezellig eten. Dag, morgen. Wat voor reden is dit, hè? Met het wagentje. Oeh, oh ja, die lagen nog in de... Oh, Lucilla, heb je dat gemaakt? Zellig in de klas? Ja. Pellinga's, familievloggers. En het is vandaag weer maandagochtend. Het gezellige Sinterklaasweekend zit erop. En de kinderen gaan vandaag weer naar school. Luxie gaat nog wel lekker met mama thuis spelen. Die is aan het spelen met haar tasje. En Lucilla is natuurlijk weer lekker aan het kleuren. En Luan die is zich boven nog even aan het aankleden. Zijn haar nog even aan het doen en zo. En Daniel die heeft net al de boterhammetjes gesmeerd. Kijk, de gezondheid Luxie. De tafel staat al klaar. Tasjes zijn weer ingepakt en wel. En ik ga even nog een ontbijtje maken voor Daniel en mij. En dan gaan we even lekker gezellig met z'n allen ontbijten. Dus kijk vandaag weer gezellig met ons mee. Goedemorgen jongen. Zit je koepje goed? Ja. Ja? Oh. Lekker eten en weer lekker spelen op school. Goed? Zit je mond vol? Ja. Nou, die Lucilla legt het clubboek mee. Mag ik de allermooiste zien? Deze ja. Doe ik niet op. Oh. Ze wil de allermooiste aan jullie laten zien. Mam, die heb ik niet. Deze heb ik mooi. Die is heel mooi geworden, schatje. Die heb je net gemaakt, hè? Ja. Heel mooi. En nu ben ik al beginnen. Oh, ik ben weer aan de volgende begonnen. Aan de volgende begonnen. Wie horen we daar? Goedemorgen. Vader. Goedemorgen. Bonjour. We zijn er weer. Maandagochtend. Nou, kopje koffie. Nieuwe start van de week, hè? Is dit onze woezel? Kijk even het staartje. Er zit al zijn woezel. Woezel en Pip waren naar het hondenpension geweest. We hebben ze gisteren opgehaald. Dus ze waren ontzettend vies. Dus papa en mama hebben jullie gisteren in bad gedaan, hè? Ja. En ze zijn weer helemaal lekker schoon. En liefie? Schatje, waar is Pipje dan? Pip, Pip. Ben jij er ook weer? Helemaal een hondje. Die pootjes ook zo, hè? Echt een kind, jij. Je bent een gekke hond. Gekke hond. Nou, het zijn de hondjes weer, hè? Het zijn de hondjes weer. Ja. Wat heeft de Heer God allemaal gemaakt op de aarde? De vogels, olifanten, apen en vissen en haaien. Ja, dat ben Eva. En Eva. Zo, nou de kinderen kijken even terug het vlogje van afgelopen weekend. En mama kleed die productie even aan. Wat zal ik zien? Je hebt die kleedjes aan. Ja. Luxie. Niet de mama's boekje schrijven, hè? Kijk eens, dit is mama's boekje. Kijk eens. Ja, daar maar in schrijven. Niet in mama's boekje schrijven, oké? Alleen hier. Ja? Opgenomen met Luxie. Ik was heel erg... Oh, is je gevallen? Ik was heel erg nieuwsgierig hoe Luxie zou reageren
Als ik voor haar een potje snoepjes neer zou zetten en ik tegen haar zou zeggen dat ze er niet aan zou komen als ik dan wegliep, wat ze dan zou doen. Dus ben je hier heel erg benieuwd naar? Kijk even op de link onder deze video. Want op haar kanaaltje heb ik dit videootje geüpload. Dat heb ik net lekker zitten editen op de bank. Kijk hier. Ben ik net klaar met het editen van deze video. En om me heen was Luxie gewoon heerlijk aan het spelen. En wat ik zo schattig en zo lief vind aan Luxie om te zien. Als Leon en Lucilla niet op school zijn. Dus als echt zeg maar het Rijk even voor zichzelf alleen heeft. Daniel heeft even een afspraak. En ik zat even lekker te editen. Dan is ze hier helemaal zelf in haar eigen wereldje aan het spelen. Heeft ze hier het tasje neergezet. En dan is ze allerlei dingetjes aan het doen. En het tasje open en dicht. En dan loopt ze heen en weer. En ze legt alles overal neer. Zit ze helemaal in haarzelf te spelen. Super schattig om te zien dat ze zichzelf zo lekker kan vermaken. Heerlijke wollige hondje. Woezel. En ruiken weer heel erg lekker. Want we hebben ze gisteravond gewassen. Ze roken heel erg naar boerderijen. Ze waren het weekend natuurlijk op de boerderij geweest. Naar het hondenpension. En er zitten Woezel en Pip zo lekker om haar heen. Een beetje... Ja, Woezel lag dus net daar in die stoel. En is zo lekker aan het spelen. En dat vind ik gewoon heerlijk om te zien. Ja, Luxie. Luxie zit spelen met het tasje. Ja, vandaag een beetje rustig aan. Ik heb net een leuk videootje geëdit. En voor Luxie kanaaltje, haar kanaaltje. En nu zijn we even lekker een beetje aan het chillen, hè, Woezel? Ja, we gaan straks nog even boodschapjes doen. Van het weekend. Want van het weekend waren we niet thuis. Dus ik moet nog even wat boodschapjes doen. Dus een gaapje. En dan gaan we straks weer de kindjes ophalen. Ja, hoezo, kijk die hond. Die hond is ook zo lekker. Ja, dat is best wel grappig, want dan zijn we zo'n weekend weg geweest. Dan hebben we ze eigenlijk best wel gemist, omdat ze zo bij ons horen, zeg maar. Vooral dan 's ochtends als je wakker wordt. Dan kom je vaak beneden en dan heb je het welkomstcomité van Woezel en Pip. En dat mis je dan toch wel, hè? Maar nou zijn ze er weer lekker. Woezel krijgt weer lekkere krullenhaartjes. Maar we gaan ze nu nog even niet naar de trimsalon doen. Omdat het gaat nog goed met de haartjes en... Het is natuurlijk ook wel een lekker warm vachtje. Kijk, oh, heerlijke haartjes zijn dit. Echt, ja, hij zijn maantjes, hè. Je voelt je het fijnste met je maantjes, hè, jongen? Ja, lekker hondje. Oh, is je tasje gevallen? Is je tasje gevallen? Waar is je hondje dan? Hier is je hondje. Dat is Waf-Waf. Kijk, dat is jouw Waf-Waf, hè. Daar heeft ze zo'n lege fles gevonden. En dan zit ze iedere keer met die fles te spelen. Ja. Ja, en Pip ligt er lekker bij je, Pip. Pip, die is aan het kijken, hè? Mama. Kijk, ja. Ja, kan Woezel even kijken? Ja. Ja, ik zag het. Ja, kijk, Pip hier dan liggen. En Pip ligt hier lekker bij jou te kijken, zie je dat? Oh, Pipje. Mama. Pip's oogjes kun je niet meer zien, die kunnen we wel een keer knippen. Kijk, ja. Ja, waar Woezel die pakken? Oh, Woezel. Geef je je hondje te eten? Vindt ze nog steeds helemaal leuk, dit hondje. Die ligt op de rand. De poepjes liggen op de rand. Ja. Zijn dat de poepjes? Ja. Kom, zitten er nog meer in? Moet hij nog een poepje doen? Oh. Zo. En dan? Zag je dit? Geef je je hondje eten? Ja. Wat lief van jou. Met die boertje. Ja. Zie je poepie? Ja. Ja. Eén. Nog één. Ja, nog één. Doe maar nog één. Inmiddels even tijd om de hondjes uit te laten. En natuurlijk wil Luxie mee de hondjes uitlaten. En wil ze met Pip wandelen. Dus ze staat hier al heel erg leuk met het riemetje in de gang. Kijk. Hé, hey, wat heb je in de hand? Ja, waar is Pip? Waar is Pip? Waar is Pip? Daar is Pip. Ga je mee, Pip? Zullen we het riempje omdoen van Pip? Ja, hè? Woezel die trekt veel te hard. Ja, jongen, je mag mee, jongen. Zo. Kom maar, Pip. Een riempje om van Pip.
Zo, ja. Kijk eens. Jij het lijntje vasthouden. Zo. Ja, gaat ze met Luxie. Luxie die wil gewoon heel graag wandelen met Pip altijd. En Woezel die trekt veel te hard, zoals jullie wellicht weten inmiddels. Vandaar dat Luxie eventjes met Pip loopt. En dan mag straks Pip ook lekker los. Moet wel de sleutel meenemen, meisje. Als ik de deur dicht trek, hè? Je weet wel, en je hebt geen sleutel. Sleutel mee. Luxie mee, hondjes mee. Jullie mee. En we gaan even lekker wandelen, want het zonnetje breekt ook door. Ja, Woezel die schiet zo naar buiten. Komt helemaal goed. Zo, kom maar. Oh, kijk eens, zonnetje in het gezicht. Heerlijk. Even lekker een wandelingetje. Sleutel, zeker weten. Ja, check, 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 check. Oké, okay. Kom maar, schatje. Goed zo. Lekker wandelen. Ja, Pip loopt daar. Kom maar. Ja. Goed zo. Kom maar. Nou, hoezo doet ze eerst een plasje al, hè, jongen? Kom maar, gaan we hier door het parkje. Nou, met Luxie in het handje en Pip in het lijntje. Luxie? Ja, dat doe jij heel goed, schatje. Wat zo, Luxie? Hey. Heel goed. Luxie die loopt het rondje helemaal alleen. Ik bedoel, nou niet helemaal alleen, maar ze loopt hem helemaal zonder dat ze opgetild wil worden of een kinderwagen nodig heeft. Dit rondje door het parkje met Pip. Goed hoor, kijk, we lopen nou hier heerlijk door het parkje. Boeltje voor ons. Zonnetje in het gezicht. En een aangenaam temperatuurtje. Kom maar, ja, die Pip zoek even een plekje. Zie je dat? Pip zoek even een plekje waar ze kan plassen. Zie je, moet even een plasje doen. Ja, Pip een plasje doen. Pip heeft geen luidje meer om, hè? Zie je dat? Pip heeft geen luidje om. Je doet een plasje op het grasje. Ja. Ja, kom maar overheen. Kom maar, ja, goed zo. Kijk uit, hè, want daar is het kroos, zie je dat? Dat is het kroos. Goed zo, Luxie. Nou, over het bruggetje gelopen hier. Niet in het water gevallen, Luxie. Heel goed gedaan hoor, meisje. Hou maar goed vast, want je ziet daar kippertjes. Ja. Zag je dat? Ging Pip uit jouw hand? Weet je waarom? Want ze zien hier kippertjes. Woezel, Pip. Woezel, Pip. En als Woezel en Pip eenmaal kippertjes zien, dan luisteren ze niet meer. Woezel, kom hier. Woes. Woes, gelukkig zitten de kippetjes achter het gaasje. Hier hebben we de kippetjes. Oh, Pip. Hier hebben we de kippetjes zitten. Pip, dat gaat niet, meisje. Nou zit je vast. Oh, oh, kom terug. Oh, kom hier, kom hier. Nee. Ja, nou, laat maar even kijken. Zo, Pip, kom. Zo, ja. Kijk, daar zitten de kippetjes. Zie je de kippetjes? Ja, ga maar kijken. Daar zijn de kippetjes. Achter het hekje. Zie je de kippetjes, Luxie? Ja, hè. Dan komt Woezel ook aan. Ja, daar zitten de kippetjes. Ze zitten achter het hek. Daar zitten ze allemaal verstopt omdat ze Woezel en Pip zien. Kom maar. Woezel. Woezel, kom. Ga verder. Zeg maar dag kippetjes, Luxie. Dag kippetjes. Dag. Wil je Pip weer? Ze wil Pip weer. Goed vasthouden, hè. Kom maar. Goed zo, liefie. Zachtjes, Pip. Dagjes. Het is best mooi hier. Je hebt hier overal van die vijvertjes met dat kroos. Dat kroos wordt nu een beetje bruin, omdat het herfst wordt. Maar in de zomer is het altijd groen, of in de lente. En Woes of Pip, of Woes, ik weet even niet meer wie, is er een keertje ingelopen. Omdat ze dachten dat het gras was. En toen sprong, volgens mij was het Pip, sprong zo in het kroos. En toen lag ze in het water. Dat was kroos. Maar goed, daar heeft ze dus van geleerd. Dat is ezeltje. Dus ze springt niet meer zo makkelijk hier in het kroos. En het is nu bruin natuurlijk. Maar goed, kijk, we zijn nou bij het ezeltje. I-a, i-a. Wat doet het ezeltje? I-a, i-a, doet het ezeltje. Mag ik een ei of, wil je een ei of de bol? Hallo ezeltje. Hallo ezeltje. Gaan we hier weer het trappetje af. Kijk, over het bruggetje. En niet in het water, hè. Woezel die staat er al bij de waterkant. Kom maar, zachtjes lopen, hè. Goed zo. Heel goed, Luxie. Goed over het bruggetje gelopen. Ja. Volgens mij is Pip Luxie in het uitlaten. Oh. Hey, Woezel. Niet in het kroos springen, jongen. Je bent net gewassen, kerel. Woezel. Woezel. Niet in het water, jongen. Woezel. Woezel. Oh, die zie je die pootjes. Woezel, je bent net gewassen. Woes. Kom hier. Niet in het kroos springen, jongen. Niet in het water. Ik ben net gewassen. Kereltje. Als je niet oplet, hè, springen ze zo in het water. Goed zo. Voorzichtig lopen. Goed zo. Ja.
Nee, Woeson, niet in het water. Niet in het water. De hondjes zijn gelukkig niet in het water gesprongen. Ze zijn schoon gebleven, hè, Luxie? Ja, ze zijn schoon gebleven. Nou, dan gaan we nou weer lekker terug wandelen. Kom maar. Ja. Pip komt vanzelf, liefie. Pip komt vanzelf. Nou, zeg maar dag. Dag. Wij zijn weer lekker binnen. Luxie die gaat hier even een mooi puzzeltje maken. Zal mama even een broodje smeren? Ja? Een broodje appel op de appelstroop? Nou, het was een heerlijk wandelingetje. En het is inmiddels alweer middag. Dus ik ga even een boterhammetje smeren. Voor Luxie en voor mij. Want Daniel heeft nog steeds afspraken. Druk achter de schermen, jongens. Wat is er? Wat is er? Wat heb je gedaan? Heb je paard gemaakt? Gaat ze hinneken. Ja, heb je paardje gemaakt. Ga nou de koe maar proberen. Ja, zo kan het natuurlijk ook. Alle puzzeltjes eruit. Heel goed. Oh, en meteen weer erin. Ja, dat is ook maar makkelijk natuurlijk. Ja, goed gedaan, Luxie. En nu de poes. Waar is de poes? Wat is de poes? Dat is de poes. Heel goed, Luxie. Dat is de poes. Ga je even samen lekker gezellig eten? Ik had trek in noedels. Mama heeft noedels. Kijk. Luxie, lekker broodje appelstroop, hè? Ja, eet eens op. Wie is er weer? Papa is terug voor de rembeltjes. Hond in de pot. Hoe zeg je dat? Weer? Ik ben er weer. Ik had helemaal afspraakjes. Ja. Maar we hebben heel groot nieuws. Kunnen we wel afklappen. We zijn net gebeld. Dat gaan ze morgen zien in de vlog. We zijn gebeld. Morgen gaan we weer iets heel speciaals. Morgen. We zijn weer ontzettend verrast. Heel kinderen weten het nog niet. Het gaan ze straks horen uit school. En heel dankbaar. En jullie zien dat morgen. Het heeft met jullie te maken en we zijn sprakeloos. Ja. Onverwacht. We hebben de lunchshop en het is inmiddels weer tijd om even de boodschapjes te gaan halen. En daarna gaan we meteen door de kinderen van school halen. Dus eerst op naar de supermarkt. Ga ik ze meehelpen met de boodschapjes? Oh, heb je de puzzeltje door elkaar gaan? Ach, dat is niet erg, schatje. Gaan we straks de puzzeltje weer maken. Goed? Ah, kijk. Let's go. Kijk. Met wat voor reden is dit, hé? Luxie's jas. Dat we niet zoveel tijd meer hebben. Dit is eigenlijk een teken. Kom, varen door die camera weg. Schiet op, want we moeten echt opschieten. Dus nou niet meer zo te vloggen. Maar ik moet mijn schoenen nog aandoen. Oké, let's go. In de auto. En de boodschapjes. Daar zijn ze. Daar zijn ze. Nou, jij mag wel helpen boodschappen zo uitpakken. Ja, ik haal de kinderen op. Ja, tot zo. Nog in de auto van gisteren, hè? Kom er gezellig in. En de hondjes willen even wandelen. Ja. Au, Lucilla, heb je dat gemaakt? Ja. Wat is dat? Gewoon voor de sier. Gewoon. Voor de sier? Ja, die doet het. Dat is jouw trein, hè? Mag ik even tekeningen zien? Ik heb een helikopter. Een helikopter? Oh ja. Het is geen kras en kijk dit. Heel erg mooi, Lucilla. Ik denk een cadeau maken. Een cadeau. Heel mooi. Een vogel maken. Een vogel. Die is nog niet op. Heel mooi. En dit was een schoen. Een schoen? Oh ja, ik zie het. Oh ja, vis. Ik zie het, ja. Vis. Ik zie het. En hier. Maar kijk, en dit is ook mooi. Mooi, wat is dat? Kijk, die van varen. Ja, dat klopt, liefie. Maar dan een spiegelbeeld. Dit is ook van jou. Oh, en dit is een zwaan. Een zwaan, ik zie het. Dit is ook van vader. Heel mooi, liefie. Dit is ook van jou. Heel erg lief. Dankjewel. Nou, was het leuk op school, Lu?
Ja? Was het weer gezellig in de klas? Ja. Ik ben terug van de wandeling met de hondenmoeder en ik heb terug als een paard. Wat gaan we lekker eten? Lekker doppertjes drinken. Lekker. Wat zijn het? Grillburgertjes? Oeh, met lekkere aardappeltjes. En doppertjes. Lekker, lekker. Mama, zijn nou? Inmiddels zitten de kinderen lekker even voor de televisie en ben ik begonnen met het avondeten. Vanavond eten we lekkere hamburgertjes met doppertjes en worteltjes en wat krieltjes in de pan. Oh, beslagen, sorry. En het eten is bijna klaar. Oh, en dat is de Oké, kijk. Oh. Goed, dat is hem. Oh, hè. Het is hier is dat. Maar zullen we zijn hier. Kijk. Mam. Goed zo. Pap. Goed zo. Nee. Ik. Goed zo. Zijn we hier. Sem. Goed zo. Bu. Ek. Pek. Goed zo. Het is de bek van een hond, hè? Ek. Lek. Goed zo. Bu. A. Oe. Bo. Goed zo. Hoor. Hé, hey, wat ja, goed. Wat zijn jullie goed bezig? En nu Luan zo leert lezen op school en hij voelt dat hij iets meer kan dan Lucilla, dan vindt hij het heel erg leuk om dat aan Lucilla te leren. En Lucilla vindt het ook heel erg leuk om van Luan te leren. Dus vaak zitten ze samen met een boekje samen woordjes te oefenen. Echt super schattig. Maar goed, het eten is bijna klaar, dus ik ga het even opscheppen en dan kunnen we aan tafel. Eet smakelijk. Vond je het een leuke vlog? Doe even de duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren, klik op een belletje. En zeker morgen weer kijken, want morgen heb ik een verrassing. Tot morgen. Doeg. Doeg. Volg je hart, boem, boem, mee. Met ons mee. Je hartslag geeft het tempo aan. Als je danst, boem boem mee, geniet je echt het meest. Door samen uit je dak te gaan. Doe je mee, boem boem boem, boem boem mee, dans mee.